Hey, hallo. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen Pakt Uit. We gaan vandaag weer een nieuwe clip opnemen. En gelukkig hebben we heel veel aanmeldingen van BN'ers ontvangen die graag mee willen doen. En weet je, iedereen kan zingen, maar sommige mensen kunnen zingen. Net zoals deze. Hey, Kinderen voor Kinderen. Ik ben Lakshmi. Ik ben 28 jaar. Ik ben zangeres. Je zou me kunnen kennen van mijn optredens, mijn muziek. Wie is de Mol heb ik ook aan meegedaan. Op mijn bucketlist staat Kinderen voor Kinderen. Ik wil heel, heel graag meedoen. Ik kan zingen, denk ik dansen. Ik kan mijn elleboog likken. Nou ja, gewoon alles wat je nodig hebt, denk ik, in een clip. Dus alsjeblieft, kies me uit. Ik hoop snel van jullie te horen en hopelijk tot ziens. Klinkt als iemand die helemaal thuis hoort bij Kinderen voor Kinderen. Is er een clip waar jullie elleboog likken of niet? Dat denk ik niet. Nee, ze zegt ik kan denk ik dansen. Nou ja, dat zit sowieso ook wel in de clips. Wat is nou een clip waar echt een moeilijk dansje in zit? Dans alleen. Dans alleen? Gaan we dat doen? Oké, nou dan heb ik hier de uitnodiging, alsjeblieft. Gaan jullie die naar haar toe brengen? Ja. Oké, tot straks, met Lakshmi. Echt heel mooi. Dankjewel. Wat doen jullie hier? Deze is voor jou. Dankjewel. Ik mag meedoen. Ja. Ja? Oh, dat is te gek. Welk nummer? Het staat hier op. Nummer. Ja. Ik dans ook heel veel alleen, dus dat is perfect. Alleen dansjes. Ja, dat komt wel goed, ja, hoor. Jullie gaan mij heel erg hierdoor helpen, denk ik. Ja. Heel vet. Maar we willen je eigenlijk nog een paar vragen stellen. Ja, vraag. Doe. Wat voor muziek maak je het allerliefst? Nou, het liefst schrijf ik op de piano zelf en dan werk ik het later uit met een producer. En omdat ik van zoveel verschillende stijlen hou, heb ik het een soort van in bij elkaar gegooid en noem ik het pop noir. Leuk. Ja. Maken jullie wel eens muziek? Ja. Ja? Zelf? Ja. Gewoon ook tof. Hebben jullie zin om nu even aan gang te gaan? Ja, ja. Zeker. Kom. Meestal als ik met een liedje begin, dan ga ik gewoon een beetje pielen. Dus als jij een toets, gewoon een toets indrukt. Ja, dat is een C, dus dan gaan we gewoon vanaf daar. Ja, dan gaan we 2 naar beneden, dus die. 1 naar beneden. Ja, dan gaan we gewoon weer opnieuw. 7, 8, 9. Ja. Dan houden we die gewoon als akkoorden. En dan een melodietje op gaan neuriën. Down for the town, all the way. Zoiets. Ja. Doe, ja. Ga vooral verder. Zing en schrijf je ook over dingen die je verdrietig maken? Ja, juist. Ik schrijf echt het makkelijkst als ik verdrietig ben. Als ik blij ben, schrijf ik minder nummers. Dus hoe meer liedjes, hoe verdrietiger ik ben eigenlijk. Maar waar word je dan eigenlijk verdrietig van? Ik denk als ik me onzeker voel over mezelf, dan word ik verdrietig. Of als ik bang ben dat mensen boos op me zijn, waar dan ook om. Of het overlijden van huisdieren of gewoon dingen die echt, gewoon treurige dingen. Lucht het dan op om daarover muziek te maken? Onwijs. Dat is echt het meest eigenlijk de enige oplossing die er dan is. Dus dat lucht echt ontzettend op, ja. Nou, en zo kun je dus beginnen met schrijven. Dus succes. Ik moet echt gaan oefenen voor de clip. Heel erg bedankt voor jullie komst. Heel erg bedankt. Tot snel. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Ik doe mee met de clip. Feestje op mijn kamer. Ik heb de hele tijd het nummer in mijn hoofd. Dus ik ben het de hele tijd een soort van innerlijk aan het dansen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Wat stellen. Het feestje op mijn kamer. Met de spiegel als publiek. Ik ben alleen op woensdagmiddag. Maar dat boeit me even niet. Ik doe mijn ogen dicht en geniet van de melodie. Juist.
Lekker. Hey, nu gaan we even terug naar het gewone tempo. Ja, de original. Nou, nu mag je losgaan. Lekker los? Ja, okay. Je mag los. Komt-ie. 1 en... Alles wat ik nodig heb is hier. Ik spring nu met mijn armen en benen. De deur gaat dicht en niemand kan me zien. Ik wist niet dat ik zo kon bewegen. Ja, leuk, 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 leuk. Inderdaad, die tweede keer, daar moet je dan... Ja, die moet wel. Ja. Ik spring nu met mijn armen en benen. Ja, maar dat was wel mooi. Ik heb hem wel spreek nu met mijn armen en... Ja, dan rol ik naar beneden. Ja. Spreek nu met mijn armen en benen. Kun je die nog wat vetter aanzetten? Ja. Spreek nu met mijn armen en benen. Ja, lekker. Ja. Zullen we dat eens doen? Ja. Doe nog een keer. 1 en... De deur gaat dicht en niemand kan me zien. Ik wist niet dat ik zo kon bewegen. Ja, die vind ik heel mooi, die tweede. En dan zo voel het ritme non-stop. Leer ik zingen. Je mag lekker in het midden komen staan, tussen de meiden. Hallo meiden. Je hebt wel het allermoeilijkste dansje van iedereen. Top. Alright, ready? Ja. En links, rechts, nog een keer. Duidelijk? Oké, okay. Yes. Wat zing ik daar? Dan? Mijn telefoon is opgeladen, dus ben klaar voor de muziek. Ah. Nu komt het snelle stukje. Spring je naar achter. Nu komt het snelle stukje. Soort van. Snel zijn ze. Scherp, dat is nog helemaal anders. En armen. Slide. Het eerste deel van het dansje, daar heb ik vertrouwen in. Maar daarna voelt het een beetje als zwemmen of verzuipen. En doe mijn ogen dicht. Geniet van de melo. 1, 2, 3. Ja, ta. Shake. Het gaat best goed, hoor. Het gaat best goed. Alleen het gaat altijd sneller dan ik denk of wil. Misschien. Ja. Maar ik heb heel goed afkijkmateriaal, dus dat is echt... Misschien nog eventjes oefenen, want ja, het moeilijkste dansje wat er is, dat moet natuurlijk wel eventjes moet geoefend even worden. Even erin, ja. No pressure. Ga je best doen. No pressure. Mag dat nog? Zeker. Is er tijd voor? We hebben niet zo heel veel tijd meer, maar het komt goed. Lakshmi, ja. Jij bent het wel een beetje gewend, toch? Zo voor een optreden. Ja, al vind ik dit wel extra spannend. Ja, wat is hier anders aan? Ik sta in een hok, ja. En ik kan dus niet afkijken. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, het is niet school. Nee, het is echt werk. Ja. Nou, sterkte. Dankjewel. Ga naar je hok. Ik ga naar mijn hok. Niet afkijken. Nee, ik en ook een beetje genieten. Ja, doe ik. Joehoe. Hier is Lakshmi en Kinderen voor Kinderen met het allermoeilijkste dansje in de videoclip van Dans Alleen. Op mijn kamer met spiegel als publiek. Ik ben alleen op woensdagmiddag, maar dat boeit nu even niet. Mijn telefoon is opgeladen, ik ben klaar voor de muziek. Ik doe mijn ogen dicht en geniet van de melodie. Alles wat ik nodig heb is hier. Ik spreek nu met mijn armen en benen. De deur gaat dicht en niemand kan me zien. Ik wist niet dat ik zo kon bewegen. Voel het ritme non-stop. Leer ik, zing ik hardop. De beat vraagt om een antwoord. Oh, ik dans alleen. Denk nu niet aan morgen. Niemand kan me horen. Buren kunnen horen. Oh, ik dans alleen. Ik heb niemand nodig, ik dans alleen. Ik heb niemand nodig. Goed. Ja. Nou, ik heb helemaal energie gekregen hiervan. Jij? Ja, nou, maar jij bent kapot. Ik heb iets minder energie. Hey, ja. Neem je voortaan 40 kinderen mee, ja, naar je optredens? Ja. Nou, heel goed. Wil ik. Ik kijk er naar uit. Ik ook. En ik kijk ook uit naar een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen. Yes. Pakt uit. Tot de volgende. Doeg. Volgende keer pakt Kinderen voor Kinderen uit met deze special guest.
Weet jij welke bekende Nederlander hier een dansje doet? Laat het weten in de comments. Like als je deze moves kunt waarderen en abonneer op ons kanaal om niets te missen.